welkom allemaal. Leuk, leuk dat jullie er allemaal zijn. 18 jaar Q, dus echt natuurlijk een lifetime. En ontzettend veel lol gehad om het oude foto's in te graven en op zoek te gaan naar van, oké, what the fuck happened eigenlijk? Wat is allemaal gebeurd? Wat hebben we allemaal gedaan? En een beetje gezocht naar een soort secret sauce van, joh, we hebben echt iets moois neergezet waar we apen trots op kunnen zijn met z'n allen, maar kunnen we zo'n een of andere trend in ontdekken? Hebben we het misschien niet helemaal per ongeluk gedaan? Nou ja, dat weten we over een half uurtje. Kijken of deze, dat werkt natuurlijk nooit. Interessant. Technieken. Dan doen we het gewoon zo. Ik denk dat het zo kan. Here we go. Deze foto gebruik ik wel eens bij praatjes. Dat had ik kunnen zijn, ben ik niet. Toen ik 10 was en mijn broer Anne 12, kregen we thuis een Commodore 64 en daar is het al een beetje mee begonnen. Het is wel leuk om dit plaatje altijd even te doen. Jongens, dit is gewoon hoe je blijkbaar een kind reset op een soort nieuw tijdperk. Dit is kregen we in onze vingers. Terwijl de wereld aan het veranderen was, had je opeens dit soort gereedschappen waarmee je aan de gang komt. En in mei, april 2000, startte Lombonen, Maarten Hans en ik, starten we Q42. Eigenlijk uit pure frustratie. Wij werkten hiervoor bij Virtual Affairs, een leuk internetbureau. Maar wat je zag is dat techneuten, die maakten de prachtig meest ingewikkelde beheerssystemen voor CMS en websites die er konden. En de techneuten presenteerden vol trots hoe moeilijk het wel niet was. Aan de andere kant had je designers. En die maakten de mooiste plaatjes. En die plakten ze op foamboard. En dat ziet er prachtig uit. Maar interactiewijs, dat ging voor geen meter werken. En wij ontdekten eigenlijk allebei van, potverdorie, er is niemand bezig met iets werkends voor elkaar krijgen. Dus de techniek gebruiken, maar niet trots zijn dat het moeilijk is, maar trots zijn dat het makkelijk is. En het klinkt zo logisch, maar simpelweg toen wij starten was het een soort van, onze tagline was toen al user-friendly internet. Zullen wij het internet eens proberen gebruiksvriendelijk te maken? Lon, vereerd dat je erbij bent, gaaf gast. Mooie tijd samen mogen draaien. Maarten is jammer genoeg iets eerder weggegaan. En ik was, dit noemen ze de boyzone foto, echt niet normaal. Echt prachtig. Ja. Q42, waarom Q42? Nou, iedereen weet het denk ik wel, maar het leuke is, als je in Google dit intypt, what's the answer to the question, life, universe and everything, dan komt het getal 42 naar boven. He, iedereen weet precies wat hij wil, daarom komt hij bij Q42. Maar waarom eigenlijk? Wat zit erachter? Dus dat koppige waarom, wat kinderen van 3 en 4 doen, dat doen wij eigenlijk ook nog steeds. Dit is waar we begonnen. Echt, oh my god, in Utrecht, vlakbij de vecht, ergens in de shared office space, jongen, voor 3 maanden. Echt, dat was, als je naar de wc moest, moesten 2 mensen opstaan, kon je er langs naar de wc. We hebben 3 maanden gezeten, want daarna openden we ons pand aan de Papenstraat in Den Haag. We zochten simpelweg een plek waar voor iedereen goed te reizen was. En dan zie je, nou, Martin, die hier ook al rondloopt, en Laurens en Sjoerd, die zie je nog steeds. Die waren toen, 2001, 2002, heel jong. 2003, heel jong, waren die daar ook bij. Echt superleuk. Maar we waren nog bleu, jongen, echt niet normaal. Je start een bedrijf met een visie. Je denkt zo van, ja, we proberen de administratie bij te houden door in schoenendozen bonnetjes te doen. En iets met Excel probeer je nog enigszins levend zonder te veel blozen bij de accountant langs te komen. Oh my god, wat waren we bleu. En het mooiste voorbeeld van hoe bleu we waren was dit voorbeeld, augustus 2001. En ik ga even terug. Augustus 2001, wij waren een jaar bezig. Fucking trots, loop als een trein, allemaal klanten, bla bla bla. En op een gegeven moment levert ons project op. En Lon kijkt mij aan, ik kijk Lon aan. Ik zeg, nou, wat is ons volgende project? Kut. Volledig vergeten te acquireren, gewoon niet. We hadden gewoon geen enkel project, niks. Geen contact, ook niet wie we moesten bellen van wat misschien, er was niks. Wij keken elkaar zo aan. Oeh. Poep. En wat toen gebeurde, is toen zijn we productjes gaan bedenken en heel hard gaan acquireren. Maar we schrokken ons helemaal lam. Dan denk je echt, oh man, weet je, dat hadden ze op de universiteit moeten vertellen. Maar er zijn een paar productjes gaan maken. En eentje wou ik even naar boven uitlichten, dat is Kwek. En Kwek was in 2001. Je ging naar een site. En op een gegeven moment zag je over die site heen, zag je zo'n paars of groen mannetje. Je typte je naam en wie je was. En dan zag je alle andere bezoekers op die site. En je kon met elkaar praten. En dat was 2001. Er was nogal wat. Dus we werden geïnterviewd op de radio. Dat is absurd hoe mensen erover praten van, what the fuck is dit? En wij, ja, waren hartstikke trots. Ah, knap man, hebben wij mooi even gedaan. En we maakten bijvoorbeeld memo-chats. Dan kon je geeltjes plaatsen en die kon je ook zien wat andere mensen vonden. En het was een tijd waarin het internet eigenlijk was als een pinautomaat. Je keek ernaar en niemand mocht meekijken en je was met het internet bezig. Maar er was nog geen sociale laag. Het was gewoon pagina's waar je naar kon kijken. En dit opeens, had je opeens het gevoel van presence.
echt wel briljant. Hier hadden we een assistent gemaakt. Dit was ook 2001. Op de Apple Store kun je zeggen, hey, hoe kan ik je helpen? En dan kon je dingen vragen stellen en die kon je leiden naar site. Die nam je mee. Best wel een goed ideetje eigenlijk. Nou, wat deden wij er verder mee? We hebben verder nog voor kids een soort bioscoop gemaakt. Die kon je dus samen voor zieke kids in ziekenhuizen, die chronisch ziek waren, konden zo samen film kijken. Supergezellig. En voor het lagerhuis, dat tv-programma, kon je het online discussiëren. Allemaal met die technologie. En wat deden we verder mee? Helemaal niks. We hadden geen idee wat we ermee moesten. We bouwden dat. Nou, toen kwamen er weer klanten aan. Oké. Hebben we het gewoon laten liggen en hebben we gewoon verder niks meer mee gedaan. Echt prachtig. We hadden geen idee wat we moesten met producten of dit soort autonome plannen. Er kwamen wat meer productjes uit die paar maanden. Want een paar maanden waren we een beetje een soort van onder par qua uren. Lime, iets wat Lonneke heel veel aan gewerkt heeft. Een soort makkelijke manier om websites te beheren. Expus is een product wat uiteindelijk wel... Kijk, de slof was het logo uiteindelijk van Expus. Dit is uit de Wayback Machine, onze site in 2001. Nou, dat zag er iets beter uit dan dit. Niet alle files waren meegekomen. Maar het is wel leuk om te zien wat we toen deden. Het werd wat voller. Het pand werd wat drukker. Dus onze pand hier was 150 vierkante meter, 120 ongeveer. En het werd wat voller. En het werd wat voller en voller. Zo zaten we te lunchen. En op een gegeven moment denk ik, oké, het is tijd om te gaan. En zo rond 2005, 2006 vonden we ons nieuwe pand aan de Waldorpstraat. En vage, binnen fantastisch, buiten super sneu. Maar ja, je moest wat. Daar hebben we met veel plezier gezeten. Tot aan alle kerstborrels met alle kids die hier tussen ons allen opgroeiden. En nu wil ik, wat ik wil delen met jullie is drie soort van kantelpunten die misschien bepaald hebben een beetje wat het bedrijf geworden is en waarom het een beetje zo geworden is. Eén van is deze. En als ik nu niet bloos doe ik het zo wel. VO-raad, klant van ons, bouw een website en druk bezig. En op een gegeven moment leveren we op. En het was gewoon crap. Wat wij gebouwd hebben was echt gewoon de slechtste software ever. We hadden zo lopen klungelen, we hebben zo niet geluisterd wat ze echt zochten. We hebben zoveel nieuwe technieken geprobeerd, wat wij lol hadden, maar die klant was helemaal echt vergeten. En oh my god. Dus ik ging echt met soort van, zo lopen die klanten, oh my god, hoe ga ik dit fixen? En ik wist niet wat ik zou doen. Maar ik wist erheen van, ik bedoel, jongens, ik heb jullie gesproken, dit was mijn leven, het is klaar. En ik kwam erheen en op een gegeven moment flapte ik eruit en toen zei ik van, ja, jongens, wij hebben lopen klooien. Het is echt verschrikkelijk wat wij gaan. Zo slecht hebben we nog nooit software gemaakt. Mogen we het nog een keer doen? Ik wil het gewoon nog een keer doen. Voor 0 euro, dus de deadline gaan we niet halen, maar ik wil het gewoon nog een keer doen. Super crap. En ik was een soort van, ik schaamde me diep. Die klant, kijk, goed, ja, fijn, want die was een soort battle gesprek, hè? Zo ga je dat in van, jongens, car is niet goed gedaan. En toen realiseerde ik me, shit, dit is hoe je erin moet zitten. Zo moet je erin zitten. Er gaan altijd dingen fout. Mag je het gewoon nog een keer doen? En de mensen die daar werkten, werden op een gegeven moment onze grootste fan. Die zeiden, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Deze manier van commitment, deze manier van samenwerken, is unseen. En achteraf werd ik er echt schrokken, er echt wakker van. Van, wow, dat is natuurlijk hoe je... Het gaat niet om projecten afronden zo snel mogelijk. Het gaat erom, mag ik het nog een keer doen? En voor 0 euro. En dat zijn we toen gaan doorvoeren in het bedrijf. Op een gegeven moment een andere hele grote change in het bedrijf. Was dat Stef erbij kwam. Stef, deze foto. Ja, wat al. Ja, ja. Ja. Jammer genoeg ging rond deze tijd ging Lon weg. Ja, maar die foto is echt te gek, hè? Hij kwam net uit de verpakking of zo. Ja. Ja. Nee, dus Lon ging jammer genoeg weg. Dat is jammer. Dat straks met genoeg bier kunnen we nog genoeg over doorkletsen. Hopelijk komt hij een keer terug. En Stef kwam erbij. Nou, dat was een projectje van ons. We moesten iets met Stef mee doen. Want ja, oh my god. Stef erbij. Voor mij was dit een enorm belangrijke. Want toen ik hier begon, wou ik geen manager worden. Ik wou ontwerpen, techniek, dingen bouwen. En ik vond manager, ja, maar daar ben ik helemaal niet goed in. En op een gegeven moment rond 2008 kwam ik achter, shit. Ik ben wel manager geworden. Ik zit hier de pensioen te regelen, terwijl al die gasten van Q's allemaal leuke dingen doen. What the fuck? En ik keek zo door het raampje en ik dacht, oh... En toen kwam ik Stef tegen, als directeur van de klant. Super handig. Kostte een paar leven blond, maar uiteindelijk was het redelijk snel beklonken. En een hele dikke boete van 40.000 euro volgens mij. Want ja, je mag natuurlijk niet zomaar je directeur van de klant overnemen. Schijnt. We hebben wel gedaan. Maar uiteindelijk was ons projectje dus Stef een beetje upspice Q-level. En dat is gelukt.
Dus ik denk dat we Stef gewoon echt een stukje verder gebracht hebben. Mooi, hè? Een andere grote, en daar refereer ik even aan Martin. In rond 2007, dus net iets voordat Stef kwam, net iets voordat Lon aankwam, was echt een dingetje. En die weet ik nog heel goed. Ik had een functioneringsgesprek met Martin. En Martin die draaide al mee vanaf bijna het eerste uur. En Martin zit daar en die zegt een beetje geëmotioneerd. Echt van, Kars, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, gewoon, toen hadden we 25 man en projecten en continuïteit. We moeten zorgen dat alles blijft lopen. En dan zei Martin, en Martin is nogal een creatieve denker, die zegt van, ja, maar dat vind ik geen reden meer aan. Dat vind ik gewoon niet meer leuk. Ik zeg, oh, kut. Ja, maar wat anders dan? Hoe dan? En ik zeg, ja, ik sta voor een T-splitsing, zei ik tegen Martin. Van, ja, we hebben, of we gaan een project, want ik had zat op de Verge om een project van over een miljoen af te sluiten, maar er zat heel veel onderhoud in, eigenlijk technisch niet zo heel spannend. Maar ja, weet je wel, heb je wel weer een jaar lang eten voor iedereen, dat is toch wel ook weer fijn. En Martin zei van, ja, maar joh, Kars, ik weet dat jij het nu zo soms in je eentje moet doen, maar zullen we niet gewoon een avontuur op gaan? Zullen we niet gewoon, en ik snap dat er dan risico's zijn. Het kan zijn dat een even buffelen is, kan, maar moeten we niet juist die kant op gaan? En dat was een gesprek, dus het was een functioneringsgesprek. Ik ging hem vertellen wat hij moest doen. Aan het eind kwam ik naar buiten. Fuck, die gast mij vertelde wat ik moest doen. We moeten stoppen met, ik was zo'n risico-avers bezig om het bedrijf soort van door stille water te leiden. En als er één ding is wat we met Cuny moeten doen, is die stille water opzoeken. Dat was duidelijk. En dit moment herinner ik nog als geen ander. En Martin ook. Daar zaten we allebei met zo'n beetje voor stoere kerels met zo'n treintje. Ja, dat is wel een goed idee. En toen hebben we behoorlijke draai van het bedrijf gemaakt. En eigenlijk besloten op een andere manier met ons vak om te gaan. En toen ontstond bijvoorbeeld iets als bootcamp. Van shit, op wat voor manier houden we dan die manier van denken erin? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, en dit soort gekkigheid inderdaad. Maar dit ook, voor Google, nou, met you know it. Met VR door een soort van vorm heen proberen te moeten gaan. Dit soort gekke dingen bouw je dan. Dan bouw je niet het intranet voor Ahold, maar dan bouw je rare Google-spellen op een grote conferentie. Dan heb je ontzettend veel lol. Verdien je iets minder? De grijns is des te groter. Want uiteindelijk, wat we ontdekten, het is niet iets wat we van tevoren bedachten, maar waarom doen we wat we doen met z'n allen? En dat gaat best wel om een vraag die je zelf afvraagt. En dat is, stel, jij bent die rechter, die opa of oma. En je bent 80 en je loopt daar. En je kleinkind loopt daar zo. En dit gesprek hebben we vaker met Q42'ers. Dit is eigenlijk een belangrijke vraag, maar ik wou hem graag met jullie delen, want het heeft ons best getekend. Dat kleine kindje, dat kijkt omhoog en zegt, oop, wat deed jij toen de hele wereld op zijn kop stond? Toen het internet kwam, toen alles veranderde, toen alle businessmodellen omvielen, wat deed jij toen? En toen realiseerden we ons, dat antwoord kan natuurlijk nooit zijn, nou, ik heb toen een keer een site gebouwd en die is na 4 jaar weer down gegaan en toen hebben we een nieuwe site gebouwd. En dat is niet oké. Wij zitten in dit vak met een andere reden en je wil meebouwen aan de grote bewegingen, aan de grote veranderingen. Dus eigenlijk is wat we met ons vak willen doen, is een tof antwoord hebben voor dat kleine ukkie straks. Dan zeg je, joh, we zitten in een enorme draai. En wat wil je daarmee doen? En grappig genoeg is die vraag zo triviaal, maar aan de andere kant zo fijn om dit te reflecteren naar je eigen werk en na te denken, van wacht even, wat wil ik eigenlijk doen? En voor mij was dat op een gegeven moment de zoektocht naar van, maar hoe krijgen we nou, naast projecten doen, die beweging op gang? Hoe krijgen we dan voor elkaar dat als iemand een idee heeft, een programmeur in een team of een klant komt met een tof idee, hoe krijg je dan voor elkaar om dat te doen? Want we proberen dat met klanten wel eens te doen, maar shit, dan komt er een offerte aan, dan moet je uren opschrijven en oh my god, ja, dat gaat niet werken, want het is maar een idee. Hoe krijg je dat voor elkaar? Op een gegeven moment verzonnen we een plan en dat noemden we Area 42. En Area 42 is een soort van, hebben we genoemd, een soort geheim genootschap noemden we dat. Dat klonk namelijk heel cool. En het geheim genootschap wat we gingen doen, we gingen elke week een van onze ideeën binnen het bedrijf, gingen we prototypen bouwen als een soort hackathon. Want we deden al 2-3 jaar bootcamp of zo. Denk, oké, dus we gaan maandag beginnen met zo'n plan, gaan we het bouwen. Vrijdag laten we het zien, dan komt het in beweging. We gaan er even niet geld voor vragen, we gaan het gewoon eens even doen. Helemaal lekker zelf, weet je wel. Dat kun je al je eigen ideeën eindelijk bouwen. En alle techneuten vinden dat superleuk. Nou, dat gingen we doen. Wat bleek? Dat is helemaal niet leuk. Ik moet eigenlijk toegeven dat volgens mij hebben we het exact 2 weken volgehouden. Waarom?
je gaat je eigen idee bouwen. En denk je, ons eerste idee wat we bouwden was, we dachten, ja, je moet een soort Google Ear bouwen. Dus een apparaatje wat alles hoort. En daarna kun je gewoon full text searchen en dan kun je, oh ja, wat heb ik ook alweer gehoord. Dan weet je zeker, super handig ook in discussie met je vrouw, want dan, ik zei het echt. Want dan kom je erachter van niet, weet je wel. Ja. Maar dan ging je dat bouwen. Nou, in een week lukte dat behoorlijk. Dus wij namen audiofragmenten op, stuurden dat naar de cloud, Google transcribed dat, je kon erop zoeken. En op een gegeven moment vrijdag demo dat, denk ik, oh ja, oké, werkt. Een soort van, hè, je hebt er genoeg te doen. Oh ja, nou moet je een bedrijf van maken, een businessmodel. Dan moet je marketing, wacht even. Dan komt de privacy dingen erbij kijken. Oh, dus nog een weekje wat gedaan. Op een gegeven moment realiseerde ik, shit, dit is niet leuk. Weet je wat veel toffer is? Die manier van denken. En dan samen met klanten of samen met... samen met klanten of mensen uit andere vakgebieden. Om samen op die manier te werken. En wat er toen een beetje ontstond, is... niet start-ups, want dat is ongeveer het ergste wat je iemand wenst. Denk van, ja, dat doe je natuurlijk om toffe start-ups te starten. Nee, je gunt het ergste, dit gun je vijanden niet, start-ups. Verschrikkelijk. Harder werken, minder geld, kansloos verhaal, oh my god. Dat wil je niet. Wat we wel ontdekten, is een soort van jumpstarts. Wij gingen die weekjes die we vanzelf probeerden, die niks aan waren voor onszelf, gingen we doen met onze klanten. Of met partijen, hey joh, wij kunnen je helpen. In het begin deden we dat gratis. En op een gegeven moment merkten we, hey wauw. Deze manier van denken, daarmee krijg je iets in beweging. Dus opeens werd Jumpstart een soort productje van Q. Hebben we het van tevoren bedacht? Nee, dat is duidelijk, helemaal niet. We hadden iets van, oh, we gaan een superslim laboratorium beginnen. En dat Area 42 is eigenlijk al lang weg. Wat er wel is gebeurd, is dat Jumpstart zijn ontstaan, wat een vast deel van het repertoire van Q is geworden. Waarin we gewoon met klanten iets in beweging krijgen. En dan heb je in één week een prototype en dan is er iets bewogen. Het andere ding wat ontstaan is, is zoals wij het nu genoemd hebben, Q42 Ventures. Van wat als je je eigen ideeën en plannen hebt, hoe krijg je die nu verder in beweging? En Q Ventures is eigenlijk een soort lege huls. Want deze manier van denken, deze manier van zo er naartoe kijken, het feit dat het bestaat, zorgt ervoor dat iedereen in alle projecten zo naar dingen kijkt. Want waarom is Q geworden wat Q is? Is omdat we altijd de waarom-vraag stellen. Van waarom doen we het zo? Kan het niet anders? Wacht even, als het mijn bedrijf zou zijn, maar wacht... He, er zit een soort van entrepreneurial thinking wat je eigenlijk wil in elk teamlid. Eigenlijk geef je iedereen zo'n klein zetje, omdat we zo proberen te denken. En dat maakt dat je in elk project, in elke acquisitie, in elke offerte ook, net eventjes wat anders naar ideeën kijkt. Maar uiteindelijk, waarom doen wij het eigenlijk? Waar is dit voor ons? En op een gegeven moment is iemand tegen mij een keer ergens, ik geen idee meer waar, waarschijnlijk zat er genoeg wijn in. Is iemand van, joh Kars, als je een vliegveld hebt en de hele landingsbaan staat vol met vliegtuigen, kleine kans dat er een nieuw vliegtuig landt. Ja, nou, die volgde ik wel. Hij zei van, joh, maar als jij bezig bent en je weet dat er nieuwe dingen moeten gebeuren en nieuwe kansen gaan komen, eerst wat je moet doen, is een beetje ruimte maken. Gewoon een beetje ruimte maken, gewoon een beetje lucht. Als je de één landingsbaan leeg maakt, dan is er plek voor nieuwe kansen, nieuwe dingen op je pad komen. En eigenlijk is dus deze beweging... En deze beweging, is het een landingsbaan leegmaken, zodat er weer ruimte en kans is voor nieuwe dingen die op je pad gaan komen. Want laten we wel wezen, puur alleen maar projectagency zijn en voor klanten dingen bouwen en zoveel uur was het werk, hartstikke gaaf. Maar op een gegeven moment wil je op een andere manier met klanten bezig zijn. Dan zeg je, wacht even, maar waarom doen we dit eigenlijk? Je wil een ander gesprek aan kunnen gaan. En daar heb je die lucht en ruimte voor nodig. En dus ik vond het een mooie metafoor om te realiseren. Shit, jongens. Soms voel je dat er een verandering moet komen. En dat begint niet met nog meer vliegtuigen op die baan gooien. Maar gooi die baan leeg. En heb vertrouwen dat daarmee bijzondere dingen gaan gebeuren. Dus ja, shit. Toekomst dan, hè. Wat hebben we hier nou aan? Allemaal leuk en aardig. Maar dit zijn typische kuurs. Enigszins moeilijk te controleren, maar er komen wel leuke dingen uit. Eigenlijk, Q42, wat is de toekomst van Q42? Dat had me gevraagd, van, ja, waar we natuurlijk eigenlijk weten we het precies. We weten het donders goed. Maar toen probeerde ik de plaatjes bij te zoeken. Dan wordt het lastig. Dit is Q42. Een shitload aan prachtige dingen die er gemaakt worden. En in onze visie wat wij zien, is dat Q42 een ijzersterk projectbureau is en blijft. We willen niet vol tijd alleen maar producten doen of onze eigen plannen. We willen vol tijd met onze klanten de mooiste dingen maken. Daarin komt steeds iets nieuws. Er komen nieuwe klanten, nieuwe markten komen tot ons. Bijvoorbeeld, wij willen nog iets in de medische hoek. Wat is de tofste manier om met Q42 een tof product in de medische hoek te gaan doen? Een heel gaaf project samen te doen. Zo elkaar te leren kennen. En op een gegeven moment ontdekken, wacht even. Misschien moeten we weer een bedrijfje van starten of een andere beweging gaan starten. In die campus van wat Q42 is, is er plek
om nieuwe kleine dingen te starten. En wat wij denken en geloven is dat wij zien er een soort hybride vorm in waarin dat samenpast. Dus Q42 draait en zoomt als een trein. 85 prachtige engineers waar je heel veel samen mee kan doen. Maar nou die landingsbaan nog. Dus Q42, maar eigenlijk is het niks anders dan dat onze toekomst dit is. We blijven het projectbureau wat we zijn. We groeien door, maar we geven op sommige plekjes, maken we wat lucht, maken we wat ruimte. En de initiatieven van onze mensen en van onze klanten, zogezegd, voegen we samen tot wat we kunnen doen. En ik kan mijn tijd wel lekker vol gaan kletsen, maar dit is wat ik heel graag met jullie wou delen. Dit is een beetje een soort van een inkijkje in de secret sauce, ook denk hoe we draaien. Wat ik vooral ben, is gewoon fucking trots op vooral de mensen die we hier met z'n allen elkaar verzameld hebben. En, want dat is de key. De mensen die hier willen werken, die komen niet alleen maar werken omdat het toffe tech is, maar ook omdat we voor grotere doelen strijden. En daarmee, dat brengt gewoon mooie mensen met zich mee. Ja. Ik had misschien toestemming moeten vragen. Ja dat was een dronken momentje, denk ik. Het tweede is dat het niet alleen mensen die bij je werk zijn, maar het zijn ook de klanten. Niet alle klanten waarderen onze manier van werken en onze openheid om zo samen te werken. En de klanten die dit echt waarderen, daar maak je samen de mooiste dingen mee. Ben je het meeste kosteneffectief. Maar dat betekent ook dat de klant ook ruggengraat moet hebben en ook sterk in zijn schoenen moet staan om zo samen te draaien. En wat ons met z'n allen gelukt is, en daarom ben ik zo dankbaar dat ook zoveel klanten hier in de zaal zitten en ook in het hele pand nu, is daarmee lukt het. Die manier van teamplay. En daar ben ik echt apetrots op. En ik hoop jullie nog een hele toffe avond hebben. En kom met die ideeën en plannen. Kom erop, want onze landingsbaan is ook daarvoor klaar. Ik zorg ervoor dat niet alle manschappen continu ingeboekt zijn. En dat we altijd nog wat avonturen kunnen starten. Dank jullie wel, jongens. Thank you.